zitten nu in een kleedkamer hier in Den Haag. Gisteren zaten we in de kantine. Nu hadden we het even over, en er zijn die foto's ook van, die legendarische voorstelling met André van der Heuvel als King Lear. Ja. En daar had jij mij gevraagd om de nar te doen. Ja. En jij zelf speelde... Gloucester. Ja, onder regie van Frans Marijnen. Frans Marijnen. Ja. En nou ja, daar kregen we dus echt, de laatste avond van de repetities kreeg ik daar een soort ego-clash met André. Met André. Ja. En jij vertelt mij dan nu dat bij zijn afkomst vanaf het toneel tussen de coulissen, dat hij tegen jou zei, wat heb je me aangedaan? Ja, ja. Nee, dat waren hele moeilijke momenten. Het was zo duidelijk twee werelden, maar die twee werelden die zaten ook in die rollen. En daardoor was die clash zo ontzettend belangrijk. Maar alleen, daar had André iets professioneler mee moeten omgaan, laten we het zo zeggen. Ja, maar dat zijn een moment van glorie moeten zijn. Ja, nou en dat is het geworden, mede door jou. Heb jij het gevoel dat hij dat zelf zo heeft meegenomen? Ja, dat weet ik niet. Maar in het belang van de voorstelling was het heel belangrijk. Was het heel cruciaal. We komen hier op een moment en dat is eigenlijk voor morgen. Hè? Dus dat is, ja. Hoe beheers je zo'n groep en wat is je uiteindelijke doel? En in hoeverre slaag je erin, ondanks de acteurs, ondanks allerlei tegenwerking. Ja. Dan gaan we morgen nu... hebben we hier staan jouw schminkkoffertje. Ja. Dus bijna, als je het ziet staan, is het ook bijna een format voor een televisieprogramma. Hè? Het schminkkoffertje van Anthony Hopkins. En dan, ja, want ik ben altijd als de dood geweest voor zoiets. Ja. Omdat, het zijn altaartjes. Je ziet er ook zo'n enorm verlangen in naar thuis altijd. Ja, ja. Ja. Ja, nou dat anker naar thuis, dat is prettig om mee te nemen. Op het moment dat je opgaat, moet je al zoveel dingen achter je verbranden en afsluiten. Dat het prettig is om in een omgeving, en in deze kleedkamer heb ik wel honderden keren gezeten, is dat iets vertrouwds? Dan kom je even thuis weer en nou, dan ga je dat ravijn in. En dan kom je terug en dan heb je de grip. Ja, is het niet het soort sentimentaliteit waar je vader een bloedig hekel aan had? Ja, maar hij had ook zo'n koffertje. Hij had ook zo'n koffertje. Ja, geen punt. Want ik vond dat in een bepaalde periode wel zo'n beetje het moeilijkste wat er was. Telefoongesprekken vlak voordat je moest beginnen. Dat je nog even op moest voeden of de huishouding moest redden. Ja, maar ja, dan komen we in een afdeling waar ik natuurlijk een enorm conflict binnenin me had. Om midden in die ambitieuze opkomst om toneelleider te worden en dat te leren in Arnhem, hadden we ook drie kleine kinderen. En dat was een steeds maar losgeuren. En waarin je en het toneeltekort deed... En je gezintekort deed. Precies. Daar komen we zo op terug. Even nu naar het ding van schminken. Wat is er gebeurd met de grim? Ja. Tegenwoordig heet het visagie. Ja. Als ik denk aan foto's van Albert van Dalsum voor de oorlog. Ja. Flink aangezet. Nou. De kraaienpoten en alles. Ja. Dat is bestaat niet meer. Voorbij. Nee. Ko van Dijk heeft mij leren schminken. Die deed dat ook net zo secuur als Van Dalsum waarschijnlijk. Daar weet ik niks van. Maar Ko was enorm bezig altijd met zijn wenkbrauwen en alles. En zat daar uren mee bezig en te tekenen alsof hij Rembrandt was. Maar aan de andere kant gaf dat ook een soort concentratie in de richting van wat je 's avonds moest doen. Natuurlijk. En toen heel langzamerhand verdween, en dat heeft toch wel jaren geduurd hoor, onder de invloed van televisie en film, om het zo levensecht mogelijk te krijgen. En de belichtingen werden ook steeds beter. Hè? De kwaliteit van het licht, waardoor je dat gelijkgemaakte bruinige gezicht niet meer nodig had, omdat dan de echte trekken naar voren kwamen. En de dames deden ook steeds minder, maar ook steeds exacter.
En ja, nogmaals, onder invloed van film is het verdwenen. Ik heb dat, dat is eigenlijk ook meer dan een symbool, dat koffertje. Want er zit niks in. Er zit niks in. Je doet het ook niet meer. Je geeft je geen pen, geen bodem meer. Geen potloodje, niks meer. Nee, want ik zeg bij de televisie ook altijd, ja, ik doe het nu als een soort aardigheid voor de grimeuses, maar ik zeg, het is gewoon onzin met jullie. Ja, neem dan glim je niet zo. Ja, maar wie zit daar in de huiskamer zich aan te ergeren, denk ik altijd. Nee, en dat glimmen, dat is alleen maar voor nieuwslezers. Ja. Als ze stil zitten. En in één specifieke belichting. Maar wij lopen toch de hele tijd heen en weer. Maakt niet uit. Maar dan blijft dat koffertje, dat blijft dan toch iets. Jij neemt het mee. Ja. En de voorganger van dat koffertje, dat was het kistje. Een munitiekistje. Je kent wel die smalle munitiekistje van voor de oorlog. Dat ik heb gekregen van mijn ouders. Die dat ook gebruikt hebben. Dus dat heeft zeker gefunctioneerd vanaf 1930 tot het in elkaar viel. En toen heb ik een tijdje het zonder koffertje gedaan, dat ging ook goed. En toen was er waarschijnlijk een stuk waar ik zelf requisieten voor moest meenemen. Maar dit was ook een nieuw koffertje? Dit was een nieuw koffertje, ja. Dat heb ik van een gaat gekregen. En dat is dan oud geworden? Niet door, je hebt het niet geforceerd. Je hebt het niet een keer woest door de kleedkamer gesmeten om oud te maken. Nee. Nu eventjes terug naar toen je was nog 17 en je ging auditie doen. Ja, ik zat nog op school. Dus die stap, je zat nog op school? Ja. Je zat in vier? Ja, ik moest mijn eindexamen doen. En had je in Mulo ook A en B? Ja, en ik deed A, want ik op wiskundegebied was ik echt nul. Ja. Nul. En het was op de Mulo al nul. Nul. Het bleef nul. Nu nog, vandaag. Nul. Ja. Begrijp niks. Met je hoofd rekenen? Oké. Okay. Ja. Nee, dat gaat wel. Maar wiskunde en dat abstracte denken, dat ging niet. Nee. Maar die auditie. Dus je zit nog op de voor je eindexamen. Ja. Er was na de Mulo, dan kon je naar de... Dan kon je niks meer. Nee, dat kon niet. Niks, helemaal niks. Nee, dan kon je alleen maar met staatsexamen. Ja, weer naar de HBS. Nee, staatsexamen kon je naar de universiteit. Oh, wel? Ja, dat wel. Oké. Okay. Maar dat heb ik nooit overwogen. Maar dat was een ingewikkeld examen. Dan moest je nog weer Latijn en Grieks. Ja, daarom. Dat heb ik nooit overwogen. Dus jij was ervan overtuigd, ik ga... Naar toneel. En zo gauw mogelijk het huis uit. Want ik heb zelfs gesolliciteerd toen ik nog in de derde klas zat... of ik niet als figurant bij de Haagse Comedie mocht komen. Een brief geschreven naar Cees Lazeur, die me toen een heel begrijpend briefje terugzocht. Nee, zorg nog maar eerst dat je eindexamen hebt en dan praten we daarna wel weer verder. Zou die even gesproken hebben met je vader, denk je? Denk het wel. Want men kende elkaar ook. Tuurlijk. Ja. En Max was geregeld bij de Haagse Comedie en Lazeur leefde toen nog. En dat was ook een groot man. Heel groot man. Goede acteur ook. Ja, fantastisch acteur. Wij kennen hem als Paul Vlaanderen. Ja. Tenminste, in mijn jeugd was dat. Ja, hij was de vader in Familie Doorsmee. Vader in Familie Doorsmee. Ja. Hij heeft zelfs met Toon Hermans nog een voorstelling gedaan. Was goed bevriend met Toon. Ja, ja. Want dat was de Haagse tijd van Toon, hè? Met Theaterplezier. Ja, met Floris Meslier. Met Floris Meslier, ja. Ik ken een anekdote uit die tijd dat hij met Rijk de Gooier, Cees Lazeur en Toon Hermans gingen bij, zoek de zon op, Lou Bendy op bezoek. Ja. En die woonde in Doorn met een huishoudster waar hij op mee getrouwd was. En ze belden aan, stonden daar met z'n drieën een beetje van die aangeschoten jongens. Ze kwamen volgens mij van de kring of zo. En Lou Bendy doet open in zijn lange onderbroek. Dat is zelf al prima. Kom binnen. Je zit aan tafel. En daar hing dus aan de muur een schilderijtje van Mauve. Ja? Haagse school. Een schitterend dingetje. En daar begint Lou Bendy een hoogdravend verhaal over te vertellen. Ja. Over kijk wat wij doen en wat ik doe en wat jullie doen. Dat heeft niks met kunst te maken. Ja. Dit, wat je hier ziet. En die drie jongens die zitten allemaal, die dachten we gaan Lou Bendy ademloos
de kleuren en de voorzichtigheid. Zeg Toon, zegt Lubin, je zegt bij het neuk je nog wel eens. Laat me over. Dus dat was de overgang. Ja. Nou ja, de vader van Merel en Petra. Petra. Ja. Ja. Jij ging dus in de vierde klas auditie doen. En je ging auditie doen in Amsterdam voor een Rotterdams gezelschap. Ja, want dat was gevestigd in Amsterdam. De acteurs woonden in Amsterdam, want niemand dacht erover om in Rotterdam te gaan wonen. Dat lag er nog altijd plat gebombardeerd bij, hè, in 1953, 52. En het waren bijna altijd Amsterdamse acteurs. En die auditie, even kijken, die speelde zich af in wat nu net afgebroken is, de Heinekenhoek op het Leidseplein. En daar moest ik komen, want daar zat, dat was het repetitielokaal, waar Arnoldi... Café Modern heette dat. Café Modern, ja. En wat daarna de Heinekenhoek heette, geloof ik. Ja, ja. Kreeg zo de Schouwburg uit. Ja. En ik kreeg later vanuit de Schouwburg altijd naar mijn, mijn auditieplekje. Ja. En Co Arnoldi was toen de een van de twee directeuren van de Rotterdamse. Ja, Frits van Dijk was de andere. En ik had ingestudeerd een rij van Vondel, de Clarisse volgens mij, dat weet ik niet meer precies. En een verhaal van Andreev, niet de zachtmoedige, het lachen. Het lachen, maar dat had je al een keer op de toneel op school, ja, op school gedaan. En ik klop aan de deur. En had je een introductie? Ja, want ik had een afspraak gemaakt. Die was geregeld, of ik had een brief geschreven, of mijn vader had dat geregeld, dat weet ik niet. Hij was het duidelijk vergeten. Er was geen rekening mee gehouden. 11 uur moest ik er zijn, maar 11 uur begon ook zijn repetitie. En dus om de 2 minuten kwam er een acteur binnen die dan... Nee, u moet even wachten, zei dan midden in mijn tekst. Hij sprak namelijk heel raar. Ik ben een slechte imitator, maar hem lukt het nog wel. En dan begon ik weer opnieuw. Maar ik zat wel in... Ik herinner me de concentratiewalm waar ik in zat, dat wel. Dus het leidde mij in die... Het was hinderlijk, maar ik kon volhouden tijdens die... onderbrekingen waar het over ging. Of waren ze niet bezig met een King Lear voor met Alfred van Dalsen? Nee, dat was aan de overkant. Oh, dat is later. Nee. Ik keek uit op de stad Schouwburg met de affiches van de jubileumvoorstelling van Dalsem als King Lear. En daar hield ik me gewoon aan vast, als vast punt. Helemaal geen symbolische betekenis, dat krijgt het later in verband met mijn eigen geschiedenis. Maar op het moment zelf kreeg ik zo, want al die acteurs die maar binnenkwamen, en ik herkende er maar 1 of 2 van, want het was van een ander gezelschap en ik was hoofdzakelijk georiënteerd op de Haagse Comedie. En ik was bezig, nou uiteindelijk begreep iedereen dat ze maar niet binnen moesten komen, maar het was wel 3 keer gebeurd. En ook nog een keer dat zijn vrouw van Arnoldi, dus heel klein. Hij was voor zijn hand. Nou, gewoon, maar die vrouw... Hoe oud was hij toen? Tegen de 60? Ja, tegen de 60. Ja. Maar die vrouw was heel klein. Opvallend klein. En die zei, maar Kootje, je moet wel gaan repeteren hoor, terwijl ik daar stond. En zij die afspraak had gemaakt. Maar goed, ik ben klaar. En toen zei Arnoldi, ja, maar kunt u dat niet een beetje vrolijker doen? En ik had nog nooit van een andere opdracht gehoord, dus wist het bestaan niet, dat je iets op een andere manier kon doen dan je het deed. Dat was nieuw. Ik zei, wat bedoelt u? En toen kwamen alle acteurs binnen, dus toen was ik er vanaf. Enfin, nou ja, gaat u nou maar naar mijn compagnon, en dat was Frits van Dijk. En... Dat zegt mij niet zoveel. Frits van Dijk was de andere artistiek... Nee, was de andere artistiek. Was ook een acteur? Ja, en een hele belangrijke. Oh ja? Ja, en regisseur. En toen moest ik naar een tweede dag spijbelen van school, want ze waren het er niet mee eens dat ik... je mocht niet. Ja, wie gaat dan nou solliciteren terwijl die nog, et cetera. Dat was tijdens een generale repetitie van het opnemen van Othello, met Co van Dijk als Othello en...
Andrea Domburg als Desdemona. Ja. En waar ik een stuk van mocht zien. En dan in de pauze zou Frits van Dijk in de kleedkamer wel even naar me luisteren. En mijn vader moest er een rol in nemen en die ging daar niet serieus mee om. Dus die werd vanuit de zaal toegeroepen, Max, doe nou even je best, doe nou even je best. En mijn vader die was aan het keten met een paar anderen en ze waren niet serieus bezig. Maar dus ik begreep daar allemaal niks van. Enfin, in de pauze, ik naar die kleedkamer en ik doe de rij van Clarisse en werd ook de hele tijd aan de deur geklopt van Fritsie, kom je nou? En toen had Frits er genoeg van en die zei, ja nee, het is goed, ik zal je er verder niet meer lastig vallen, je bent aangenomen hoor, maak je geen zorgen, ga maar lekker weer kijken. En dus toen was ik na twee coupletten van de rij, was ik er vanaf en toen wist ik dat ik werk had. Ja, volontair heette dat, ja, hè? Ja, en dus dan, je moest 4 jaar volontair zijn voor je een volwaardig salaris kon krijgen van een afgestudeerde van de toneelschool. Dat had de toneelschool geregeld, bedongen, want die wilde niet dat er volontairs aan het toneel kwamen. Die wilde gewoon het alleenrecht hebben om mensen aan het toneel af te leveren. Ja. Nou ja, goed, zo is het gekomen. En zo kwam ik dan op de eerste dag aan het toneel en dat was in augustus. En moest ik allemaal kleine rolletjes doen, want op die dag. Was dat het moment waarop je ook Ko van Dijk tegenkwam en die zich over jou ontfermde? Ja, ja, ja. Ik werd afgeleverd in dat Café Modern, samen met mijn vader. Ja, en vader zei toen tegen jou. Ja? Wat zei hij? Nou moet je het zelf doen. Ja, nou moet je het zelf doen. Ja. En op dat moment stond Ko van Dijk op dat bordesje. En het was vlak na de vakantie, dus iedereen begroette elkaar. En, hi Max, oh, daar staat je zoon? Oké, kom maar mee. En hij doet zijn arm om me heen. En hij heeft me een jaar lang, mijn hele eerste jaar, begeleid. Op alle gebieden. Heb je nou het idee dat was dat spontaan van Ko? Spontaan van Ko. Die liet zich nooit iets zeggen, nee, dus... Van kijk jij eens naar mijn zoon. We komen er misschien straks nog even weer op terug. Toch even steeds je vader die vlak achter of naast je loopt op beslissende momenten in je ontwikkeling. Ja. Hij zegt nu sta je er alleen voor. Nu sta je er alleen voor. Ja. Ja. Kwam dat op dat moment bij jou als een oh jee moment? Of, nee. Was je blij dat hij dat zo zei? Nee, ik had geen tijd om wat van ook te bedenken, omdat Ko meteen dat overnam. Meteen. Maar ik herinner het me wel. En als je achteraf denkt, dan denk je van, nou ja, hij was daar toch mee bezig. Hij voelde het toch, nodig dat jij hem losliet. Ja, ja, kennelijk. Nou ja, dat gebeurde. En dat gebeurde ook, want wat gebeurde er op de eerste of de tweede dag, dat weet ik niet. Ik moet het even uitleggen. Ja. Het Rotterdamse toneel hield aan het begin van het seizoen altijd een spektakelcoupé van fragmentjes van het vorige seizoen om abonnementen mensen te werven. Dus ik moest in een heleboel stukken meedoen in kleine rolletjes van acteurs die weg waren gegaan. Nou, en daar was ook een stuk bij. Een fragment uit Muis en Mensen, wat mijn vader had geregisseerd, want hij samen speelde met Ko van Dijk. En ik moest een van die Wild West mensen zijn. Ja, Steinbeck, hè? Steinbeck, ja. En twee mannen die lopen langs de weg en die praten over... Ja, ja. En ik moet op een bepaald moment tegen mijn vader zeggen, ik was 17, Max was, nou laten we zeggen, net beginnen de 30. En ik zei, George, moet je nou niet eens naar de hoeren? Moest ik tegen mijn vader zeggen. En ik had tot nu toe altijd papa gezegd. Maar ik moest iets vragen, toen zei ik, ja, ik zal maar Max zeggen, dacht ik bij mezelf. Max! En toen heb ik voor het eerst van mijn leven die drie letters uitgesproken achter elkaar. Want dat was papa, papa, papa voor, papa na. Ja, Max, dat zag ik alleen in recensies in de krant staan. Dat zei mij verder niks. En toen moest ik dat woord gebruiken. En dat hoor ik nog de zaal inkomen. Dat vond ik bijzonderder dan dat ik als 17-jarig jochie, debuterend, aan mijn vader moest vragen, ga je niet eens naar de hoeren? Ja, ja, papa, ga je niet eens naar de hoeren? Dat zou nog mooier zijn. Ja, maar zo ver is het niet gekomen.
Dan gaan we even door met Co. Want Co nam zijn taak ernstig. Heel ernstig. Want je hebt gisteren, hebben we het even over hem gehad, toch als een losbol. Iemand die erg bezig was met de ketenen voortdurend af te schudden. Ja, maar dat maakte ik toen niet mee. Toen was het alleen maar die man die op die troon die ik in mijn schooltijd had zien spelen in een stuk waar ik nu in zat. En dat om een rolletje over te nemen. En dat is heel bepalend voor mij geweest. In die zin dat we speelden dan de eerste keer dat hele stuk. En ik wist niet de scheiding te maken tussen het bewonderend kijken naar een grootse collega en het doen van mijn eigen werk. Dat was allemaal nieuw. Ik had geen idee wat de ruimte was. Nee. Ik had één keer op het toneel gestaan. Eén keer bij een voordrachtwedstrijd hier in de Schouwburg. En een paar keer in een wijkgebouw met een schoolvoorstellingje. Maar die ruimte, dat was nieuw. Dat was nieuw. Maar je werd erin geplonst. Je had geen tijd om de dingen te overdenken. Je moest. En ik denk dat Co daar... dat opgevallen was. En dat hij me altijd elke avond met kleine dingetjes bijstuurde. Had altijd een commentaartje in de pauze. Had altijd, je moet ietsje rechterop lopen. Nee, je trekt je schouders zo op. Maar hij zei het altijd zo liefdevol dat je je nooit aangevallen voelde. En hij liet je ook veel naar hem kijken tussen de coulissen. Ja, maar dat kwam weer net ietsje later. Ik wou eerst vertellen hoe Co die eerste avond weer de sterren van de hemel speelde. Ja. En de tweede avond het op een schmieren zette. Maar ik had nog nooit van het woord schmieren gehoord. Nee. Mijn vader, een ernstig man. Misschien even voor de mensen die het woord schmieren niet meer kennen. Nou, net buiten je tekst om de krankzinnigste dingen uit te halen. Om je collega's van de wijs te brengen. Ja. En om het publiek juist te prikkelen, te lachen, terwijl het eigenlijk niet mag. Ja, en toch de indruk te wekken dat het bij de rol hoort. Ja. En dat feilloos te doen. Er zijn er maar twee of drie die dat kunnen. En, maar goed, ik had dat nog nooit meegemaakt. Maar op een bepaald moment, de tweede voorstelling, word ik... Sorry dat ik je onderbreek. Ja, nee, geef niet. Nee, ik vind het wel belangrijk om dat schmieren, om dat nog even uit te breiden, omdat ik de indruk heb, nou niet zozeer misschien bij het toneel, maar bij het cabaret, dat je, zeg maar, mijn collega's niet eens meer kan uitleggen wat het verschil is tussen een voorstelling gewoon naar eer en geweten spelen en smieren, omdat dat zo door elkaar heen gaat lopen en zo gericht gaat worden naar het publiek. En bijvoorbeeld André van Duin is natuurlijk een typische epigoon van iemand die het van het smieren moet hebben. Ja. Ja. Dat tot kunst heeft verheven. Ja, precies. Die heeft dat van gemaakt. En Co kon dat ook. Ja. Die kon er ook kunst van maken. Alleen, het werkte op je lachspieren op een moment soms dat het echt niet mocht. Het is heel verschil of je dat in een revue doet waar het om de lach gaat. Tuurlijk. Op het toneel. Tuurlijk, en in een stuk van Pirandello. Maar op het moment dat in mijn rol heeft hij gezegd, haal jij even een lamp voor mij. En dan moest ik af. En achter de coulisse, achter de manteau, stond een lamp klaar. En dan pak ik hem op en dan loop ik terug. Maar terwijl ik dat doe, hoor ik praten. En dat hoorde niet. En wat was hij toen aan het doen? Op de tweede voorstelling na de vakantie. Een heel stuk uit de Gijsbrecht. Wat kreeg er niet een krak? En dat deed hij ook altijd op het moment dat de directie af was. Want Arnoldi zat ook in dat stuk en dan was hij ernstig. Maar zodra Arnoldi dus de coulisse in was, dan begon hij. En soms, en toen moest ik lachen en dat vond ik zo erg. En toen dacht ik, nee, dat moet niet. Maar ik wilde Co ook niet irriteren, want als je niet om hem lachte, dan kon je naar huis. Want hij had wel een hele sterke invloed. Er was één acteur, die hoefde nooit te lachen, een hele ernstig mannetje, Chris Baai. En die stond ook in dat stuk, als een bewaker. En Co gaat naar hem toe en die zwaaide om hem heen en zei de raarste teksten en die bleef uitgestreken staan. En dan irriteerde Co zo ontzettend en pakte hij zijn hoofd, boog dat naar hem toe, begon zijn kale schedel te kussen. Mwah, mwah, mwah. En hij hoefde nog niet te lachen. Mwah. En toen gooide hij gewoon dat hoofd terug. En nog gebeurde er geen
hij vertrok geen spier en stond hij weer. Dan bestond die man niet meer voor hem, bestond niet meer. Maar er werd nooit achteraf over gepraat. En de volgende keer smeerde die weer op een ander punt. Weer iets anders. Ja. Maar sprak hij daar met jou ook niet over? Nee. En jij niet met hem? Nee, geen sprake van, maar het was want, wel... Want zo sprak je me aan, Co? Zei Co? Nee, meneer Van Dijk. Oh, nee, maar het is wel bijzonder dat ik een gesprek opving, ook in de Rotterdamse Schouwburg, van Co tegen Max. Ik heb wel heel veel bewondering voor je zoon, hoor. Ik probeer hem natuurlijk aan het lachen te maken, maar dat lukt me nooit. En dat vond ik heel aardig. Ja, ja. En toen dacht ik, nou, word ik in ieder geval serieus genomen. Ja. En een paar maanden later was ik zijn assistent... In een stuk. Nou ja, op je 18e assistent van Co van Dijk, goeie god. En nog even, is er in deze tijd wel eens iemand die jou als meneer Croizet aanspreekt? Of dat begint dat... langzamerhand. Oh, dat begint nu, begint, dan heb je de leeftijd voor. Ja, en dan roep ik, nee, alsjeblieft, Hans en je, ja. Alsjeblieft. Nou, vroeger waren collega's ook wel heel makkelijk daarin, hoor. Kwam niet vaak voor dat ze lang vol hielden om met meneer of mevrouw aangesproken te worden. Je hebt wel heel lang mevrouw Vogel gezegd, dat weet ik. Maar dat vond ze ook niet leuk. Maar ik durfde dat niet om Ellen te zeggen. Dat ging niet te ver. Dat ging niet absoluut te ver. Nog even door dan op Code. Je zei, dan kwam het moment dat je tussen de coulissen... Ja. Nou, geposteerd werd. Ja. Dat vond hij nodig? Ja, vond hij nodig. Bij de getemde fix was dat. Dan moest ik in de coulissen staan en naar een bepaalde Klaus van hem als Petruccio moest ik goed kijken wat hij deed. Want hij deed het elke avond enigszins anders. Dan moest ik uit mijn hoofd leren. En dan de volgende avond moest ik dat voor aanvang, dan spraken we echt serieus af, doen. En dan wees hij er maar op. Wat hij had gedaan en waarom ik dat niet liet zien. En dat ging elke avond door. Of nou in Weesp, in Terneuzen of in Duitshuizen speelde. En als ik het goed deed, kreeg ik een reep chocola. Dat was, ja, dat was leuk. En dat vond je, ja, dat geweldig. Maar het en, heeft... dan, want dat speelde hij dan, dat moest hij dan serieus voor jou spelen. Ja. En dan stond hij ook gewoon te spelen... Naar jou toe, als ja, het ware. Als leraar. Als ja, een leraar. Dat is wel ongelooflijk. Ja, daarmee haalde ik de toneelschool in. En dat... Ja, beter dan, sneller dan... Ja. Alleen technisch... was ik niet echt onderlegd. Ik was niet handig. Niet handig. Ik deed het vanuit mijn gevoel, vanuit mijn intuïtie. En dat werd niet onderbouwd met techniek. En daar kwam ik pas achter... Maar vind je dan dat je eigenlijk al te snel op de tekst en op de inhoud zat? Het is natuurlijk die waanzinnige combinatie van vorm en inhoud waar je voortdurend mee bezig bent. Ja. Het een het andere te laten versterken. Ja, maar de vorm beheerste ik niet goed. Nee, dat bedoel ik. Dus dat is wat je op een zo'n toneelschool natuurlijk moet... Wel moet, leert. Ja, moet ja. leren. Ja, en niet dat ik de inhoud interessanter vond, zo quasi-intellectueel nee. hoef ik me niet voor te doen. Nee, het is het ontbreken van vorm dwong mij om volledig mijn intuïtie te volgen. En als ik een zinnetje hoorde wat ik moest zeggen, dan zei ik dat. Maar ik dacht er niet aan, dan moet ik zo zitten of dan moet ik dat doen. Dat kon ik ook niet combineren. Ik kon mise-en-scène ook bijna niet onthouden. Als iemand mij vroeg van links naar rechts te lopen, struikelde ik halverwege. Dat beheerste ik allemaal niet. Maar des te sterker was het vormgeven, tussen aanhalingstekens, aan mijn intuïtie. En dan zie je daarin dat de herhaling, hoe belangrijk de herhaling is. Ja. En dat je dus avond aan avond... dezelfde woorden ja. En dan dat je dan merkt gedurende zo'n proces wat je er allemaal in gaat zien en horen ja. na verloop van tijd. Ja. Ja. En dan is er een moment waarop je uitgekeken, uitgeluisterd bent op zo'n stuk en dan, en dan speel je het zoals. Maar dat ben je dus op die manier gaan ervaren. Ja.
En ja, maar kijk, jij hebt hele lange series. Ja. En toneelstukken, in, zelfs in die tijd, als je de 100 haalde, stond het in de krant. Ja. En dat was dan ook bijzonder. Maar meer niet. Maar, en je wisselde af, hè? Je speelde 4, 5, 6 stukken, verschillende stukken in 2 weken. Dus je had een enorme afwisseling. Alleen ik merkte wel dat als ik een zin zei die leek op de vorige avond, dan wist ik dat ik fout was. Want dan zat ik in de herhaling. Dat kan ik nu met woorden vormgeven. Maar vroeger was dat altijd op intuïtie gestemd. En dan dacht ik, ja nee, maar dat is niet leuk. Die zin bestaat uit iets anders. Zonder dat ik dat onderbouwde hoor. Daar heb ik nu vormen voor gevonden. En, maar alles ging intuïtief. En dat was het lastige voor regisseurs om mij te handelen. Op een generale wist ik nog niet precies wat ik moest doen. Misschien dat je daarom eigenlijk het meeste succes hebt gehad in dat begin met 3 bijna dezelfde soort rollen. Ja. Ja. Dus waarin je jezelf kunt zijn. De eerste was het stuk Thee en Sympathie. Ja, ja, daar ging nog, eentje aan vooraf. Ja. De merkwaardige meneer Pennypacker, Bob de Lange in de hoofdrol. En daar speelde ik ook een ontspoorde jonge man. En daar waren ze tevreden over. Toen kreeg ik Thee en Sympathie. En toen kwam De Bruid in de Morgen. Nou, en verder werden het altijd getroubleerde jonge mannen. En André van Andorra. Van Andorra en Treplof in De Meeuw. Altijd getroubleerde jonge mannen. Aan de sombere kant. En aan de sombere kant. Aan de sombere kant. Die eerste die je noemde, de vrolijke meneer Pennypacker. Ja, de merkwaardige meneer Pennypacker. Het was een beetje... Een raar stuk. Een blijspel. Een blijspel, ja. Want die Thee en Sympathie waren altijd echt een thema. Was een echt, ja, dat was een ging over een homoseksuele jongen. Ja, nou nee, ja, dat werd aangetipt alsof het zo zou zijn. Ja. Omdat het was op een kostschool en daar moest de rol die ik speelde, die moest Katharina in De Getemde Feek spelen. Dus een vrouw. En daar werd hij belachelijk om gemaakt door zijn medestudenten. Ja. En die suggereerden dan, en de jongen wist van niks. En dan moest hij bewijzen dat hij heteroseksueel was. En daar offerde een lerares zich voor op, of de directrice van de school. Maar goed, je kan in zo'n stuk zeg maar de voorbode zien van wat nu openlijk is. Ja, en eigenlijk geen einde kent. Nee. Hè? Want nee. Dat is altijd wel weer een nieuw stadium van apartheid. Ja. Waarvan je denkt, daar moeten we ook niet zo te makkelijk overheen stappen. Nee. Maar dat was toen was het dus, een bom. Dus toen was het in wezen een jongen die helemaal niet homoseksueel was, maar ervan beschuldigd werd. Ja, ja, ja. En dat werd in Bruid in de Morgen, werd dat toch... Eigenlijk verlengd, want het was een zwak begaafde jongen waarvan gesuggereerd werd dat... Kom incest aan de post. Ja, precies. precies. Ja. Ja. En die rollen heb je heel intens beleefd. Ja. Wat gebeurde er met je? Nou, het werd over het paard getild. Dat gebeurde met mij. Het was zo waanzinnig succes. Dat kon ik niet verdragen tussen mijn 19e en mijn 20e. Dat ging te ver. Ja, nou kom ik toch weer bij je vader uit. Die heeft dat succes ook gezien, gelezen, gehoord. Ja, ja. Misschien zelfs speelde hij mee in even een stuk. Nee. Naar Bruid in de Morgen, daar kon geen complimentje van af. Nee. Nee, en van Thee en Sympathie trouwens ook niet. Maar jij kon je dus niet voorstellen dat, dat was in die tijd niet je overweging. Nee, dat kan ook, als je erover nadenkt, kan ook niet. Dat je vader in wezen probeerde te beschermen. Nee. Maar ik moet iets genuanceerder zijn. Een week na de première van Thee en Sympathie, waar die ook niet lovend over was en ik zelfs op mijn kop kreeg, dat ik te opzichtig mee had gebogen, terwijl ik de hoofdrolspeelster had moeten laten buigen. Toen een week later kreeg ik 25 gulden van hem om boeken te kopen. En dan moest ik dan, als ik ze gekocht had, ging hij er wat inschrijven. En die koester ik natuurlijk, dat vond ik fantastisch. En dan maakte hij het goed mee. Ja. De opmerkingen die ik nu over hem maak,
die heb ik wel zo beleefd, maar niet mezelf toegestaan om daar woorden aan te geven. Ja. En dat, want Jules deed ook mee en die complimenteerde hij wel. Ja, Jules vond het leuk. Jules vond het heel leuk. Die kwam 2 jaar later aan het toneel op dezelfde manier. Ja. En rolde meteen in een mooie rol in Anne Frank. En speelde een prachtige Peter tegenover Martine Crèvecoeur. En ik was daar apetrots en veel vrij. Ja, maar je vader kon ook makkelijker tegen Jules. Ja. Makkelijker. Ja. Ik denk dat Max makkelijker tegen Jules kon zeggen: hé, Jochie, moet je horen. Ja. Je moet op die rol eigenlijk iets anders doen. Want je moet even, tegen mij. Ja, ik kon het alleen maar met. Wop! En het ligt ook aan mij. Hè? Het ligt ook aan mij. Het begint met een klein misverstand. Ja. Wat Jules heel veel simpeler in de kiem gesmoord heeft. Door kinderlijk naïef dingen terug te zeggen. Ja, precies. En dat heb jij overgeslagen omdat je te snel een bewustzijn had. Ja. En ook te snel kennelijk iets aan het verdedigen was. Ja. Maar jij zegt nu over het paard getild. Hè, ja. Dat klinkt in onze tijd. Dat je denkt van nou, wat gebeurde er allemaal? Hè? Want er was nog geen roddelpers. Het bekende Nederlanderschap was nog geen. In hoe groot was die kring waar je die bewondering in voelde? In de toneelwereld. Ja. En ik kreeg interviews in de kranten. En in Rotterdam was de enige uitgaansgelegenheid was de Pijp. En daar werd ik gevierd, bij wijze van spreken. En ik kreeg een grote mond. En ik vond mezelf belangrijk. En ik had meningen. En die ik daarvoor heel bescheiden altijd voor mezelf hield. En dat kwam er ineens allemaal uit. En ik denk dat ik toen heel voor mijn collega's, nou jongen, een beetje dimmen, hè? Ja. Een beetje dimmen. Gebeurde dat snel? Voelde je dat het aan de hand was? Nou, ik heb herinneringen aan uitspraken in een kring van collega's, dat ik dacht, die had ik misschien niet moeten doen, die had ik voor me moeten houden. Want dat past niet bij iemand van 20. Dat slaat nergens op. En dat deed ik wel. En kreeg meteen een mening over toneel. En dat heeft dus ook goed gewerkt. Want ik leerde anders kijken. Ik had ervaren. Nou ja, dat is het moment, waar hebben we het gisteren ook al even over gehad. In de voorstelling van Bruid in de Morgen. Ja. Had je dus een scène met Ina van Vaassen. En daarin zat je helemaal in je rol, in je element. En toen gebeurde die zonde. Wil je dat nog even ophalen? Zoals dat. Nou, we stonden heel dicht bij elkaar. En we moesten aan elkaar een aanhankelijkheid betonen, omdat wij op het punt stonden gescheiden te worden door onze ouders. Zij was mijn oudere zus, ik was het jonge broertje waar ze op moest passen. En ze hield echt van mij, niet in lichamelijke zin, het werd gesuggereerd. Dat had een klauster als een sausje doorheen geweven. Maar die aanhankelijkheid van beide naar elkaar vanuit verschillende standpunten, die werd zo intens beleefd op het moment dat we elkaar aankeken en elkaar daar in totaal gaven, op die verschillende manieren. Dat lukte op een avond kennelijk, of het voor het publiek zichtbaar was, dat doet er absoluut niet toe, maar voor onszelf wel. Ja. En ik zag mezelf in haar pupillen zitten, staan, in zijn geheel, want door die bolling van de ogen staat de hele persoon erop. En toen dacht ik, toen ik afkwam, dat beleef ik nooit meer. Zie je het als het toppunt van concentratie? Ja. 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 Ja, en concentratie niet alleen maar. En dan is één stap verder de gekte? Je ophouden, ja. Gewoon van toneel aflopen. Maar, kijk, concentratie
Dat is niet een alleszaligmakend iets als je het alleen als opdracht ervaart. Van ik ga me nu concentreren, nee. Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Nee. Dat kan niet. En dat werd mij vaak verweten dat ik... Maar daarom bestaat overconcentreren. Als mensen zeggen, ik ben overgeconcentreerd, nee, dat is onzin. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dat is onprofessioneel in ieder geval. Ja, dan ben je dus niet geconcentreerd. Nee, dat kun je wel zeggen. Ja. Nee, maar ik heb er te veel over nagedacht. Hey, ik heb zelf concentratie beschreven als absoluut denken aan totaal niets. Ja, maar dat heb ik jou ook vaak zien doen in Kingelier. Voordat je opkwam, stond ik op een bepaalde plek, altijd natuurlijk. En dan je kwam als een verrassing op. Maar aan de zijkant van de coulissen kon ik jou zien staan. En dan stond je altijd met de rug naar de handeling. En toen dacht ik, Jezus, dat is een soort van concentreren. Dat doen wij niet als toneelspelers. Maar wat zou het goed zijn? Wat zou het botsingen geven op het toneel als al die verschillende concentraties tegen elkaar... Maar iedereen is veel te veel bezig van... Maar dat krijgen we het straks misschien nog even over. En wat er op een zeker moment aan ontwikkeling is in het acteren. Ja. Vooral vanuit het buitenland, Living Theater, wat je net noemde. Ja. En later La Mama. Ja. Die begonnen allemaal met dat concentratie, gezamenlijk concentratiewerk. Ja. Het opbouwen van een ensemble. Ja. En wij zaten vroeger, ik heb het over de 50, 60 jaren, in een systeem waarin we in 4 weken een stuk moesten doen. En 's avonds een ander stuk speelden en de volgende dag weer een ander stuk. En in 4 weken met 1 generale zonder try-outs werd je voor de leven geworpen. Dus Maar ik heb dus die 3 dingen, vertrouwen, discipline, concentratie. Ja. Hey, eigenlijk die periode met Co, die heeft jou vertrouwen gegeven. Ja, ja, ja. Eigenlijk, dat is een hele missie geweest. Ja. En ook, daar is hij ook in geslaagd. Zeer. En die discipline, dat is eigenlijk het moment waarop je nu in haar fase is. Dat je eerste realisatie, wacht eens even, ik heb hier nu iets aangetikt waarvan ik niet denk dat ik dat kan herhalen. Gaan beheersen. Ja, ja. Dat ik daar geen macht over krijg. Ja. Dus nu moet ik zorgen dat ik de baas over mezelf word. Ja, en dat niemand zich daarmee meer mee kan gaan bemoeien. Zonder dat ik dat zo letterlijk dacht, maar terugkijkend is dat het moment geweest dat ik ging versnipperen in aandacht om andere dingen te kunnen doen, om dit niet meer te hoeven meemaken. Maar waarom was het niet van, dat ga ik morgenavond weer? Nee, oh nee. Nee, want dan voelde ik me een soort striptekenaar. En, dat een kunstje was. Dat een kunstje was. Want was het ook dat je daar, ja, dat is misschien nog wel erg esoterisch, maar dat je als het ware je ziel aantikte op dat moment, dat je lichamelijkheid en je geestelijkheid in wezen verliest. Ja, dat gaat niemand wat aan. Gaat niemand maar ook jezelf niet? Nee, dat wil ik niet weten. Dat wil ik niet weten, dat ik in zo'n wereld, dat ik moet werken om te zorgen dat ik in zo'n wereld kom. Raakt het aan, ik weet niet of jij ooit drugs gebruikt hebt. Nee. Maar aan zeg maar stoned zijn of zo. Dat kan, maar dat ben ik nooit geweest, dus daar weet ik niks van. Maar ik kan me wel voor, het is een soort vreemde euforie, maar die is niet te beheersen. Nee. En dan heeft het niks met je werk te maken op de een of andere manier. Dan moet je ontzettend gaan nadenken, is dat nastrevenswaardig? Moet ik zorgen dat dat elke keer gebeurt? Dan komen we op dat punt van een door jou zeer, je zei gisteren, mijn leidsman als acteur, Paul Steenberg. Ja. Enig idee hoe die zich concentreerde en hoe hij in zijn rol stond? Ja, ik denk dat ik daar een idee van heb, hoewel je natuurlijk daar niet zo mag zeggen. Maar ja, die had zoveel aanwezigheid, die had zo'n aura en daar is hij op een bepaald moment zich van bewust geworden. En dreef en kon drijven op dat
aura. En als die zei, ik ga jou doden, dan had dat een werkelijkheidskracht die hij niet hoefde te betonen. Die had genoeg om te zeggen, ik ga jou doden. Punt. Alleen ik moet er zoveel voor doen om tegen jou te kunnen zeggen op het toneel straks. Geloofwaardig, ik ga jou doden. Dat die hele zaal zegt, nee, niet ja, doen. Nee, ja precies. Nou, daar heb ik in ieder geval al 40 dagen repetitie voor nodig. Kun je nog herinneren, we hadden het in de auto eventjes over Deathman's Glens. Een voorstelling van Bob Wilson ooit in het Holland Festival in de Schouwburg. We hebben hem allebei gezien. Ja. Daar gaat het op een gegeven moment over een zwarte raaf. Die heeft de hoofdrolspeler op zijn hand zitten. Ik weet niet of die dood was of leefde. Maar in ieder geval, daar werd ook gezegd, ik ga die vogel doodmaken. En toen liep er uit de zaal iemand, nee, niet doen. Ja, kun je dat herinneren? Nee. Nou, dat was zo'n moment waarop iemand uit het publiek zo werd meegesleept dat hij ging roepen, niet doen. En, ja, vooral omdat een vogel... Een levende vogel op het toneel is sterker dan welke acteur dan ook. Ik ben eens een keer het misverstand met mijn hond. Ja, kan je het vergeten? Kan je het vergeten? Een hond, er zijn 7 Paul Steenbergers tegelijk. Ja. Ja, nou ja, precies omdat die hond geen enkel voornemen heeft. Nee. Die loopt daar. En dat hele publiek denkt, kijk, nu gaat hij dat doen. En dat had Willem Duis altijd heel goed in de gaten, want die kwam altijd met dieren. Hè? Die gingen dan kakken of plassen. Nou ja, het publiek lag dan meteen dubbel. Ja. Je hoefde niks meer te doen. Ja. 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 Maar nog even terug dan naar hem. Jij zag dat dan bij King Lear, die concentratie. Ik zelf heb het idee dat, ik loop op en dat is het. Maar dat is het natuurlijk niet. Want op het moment dat ik opsta, 's morgens weet ik dat ik 's avonds ga spelen. Precies. Dus dan ben je dat. En dat is ook wel dat is natuurlijk ook wel een situatie waarin je prettig voelt, want je mag alles afwentelen. Hè, op het feit dat je 's avonds moet. Ja. Ja. Maar daar heb jij jezelf tijd voor verschaft. Maar daar hebben wij in de 50, 60, 70er jaren ons geen gelegenheid voor gegeven, omdat we overdag een ander stuk moesten repeteren dan we 's avonds speelden. Die tijd is nu voorbij. Daarom ben ik ook zo blij dat ik zo lang leef, dat ik al die periodes heb mogen meemaken. En dat zijn echt niet periodes waarvan je denkt, vroeger was het beter. Nee, het kan steeds beter worden, want er wordt veel meer secure aandacht. We komen nu op dat punt. Hè? Dus je bent, laten we zeggen, je hebt in betrekkelijk een paar jaar dat acteren aardig onder de knie gekregen. Ja. Je hebt grote rollen gespeeld. Ja. Er begint zich om je heen natuurlijk ook iets van, nou die jongen die moet maar wat rustiger aandoen. Ja. In Rotterdam is er een mutatie, daar komt Ton Lutz. Ja. Met Ton Lutz, dat is dan ook, die doet dan Bruid in de Morgen. Ja. Daar heb je heel goed contact mee. Ja. Ja. Maar ook daar gebeurt iets, je krijgt een werkgroepje binnen het gezelschap, je wordt een beetje... Ja, ze waren blij eigenlijk dat ik ideeën had over hoe het toneel moest, want dan waren ze niet een beetje van me af, maar er waren inmiddels, Guido de Moor was er, Willem Nijholt was er, noem ze Siem Vroom, ik had behoorlijk wat concurrentie gekregen en ze waren allemaal toneelschoolleerlingen en ze waren allemaal mijn leeftijd, want ik was 5 jaar eerder begonnen toen zij naar de toneelschool gingen. Ja. En zij begrepen niet dat ik die grote rollen kreeg, want die man heeft geen techniek. Toen heb ik het woord techniek, het is niet omdat we nou zitten te praten met een filmcamera erbij, ik had het woord techniek nog nooit gehoord of in verband gebracht met toneelspelen. Dat heeft toch niks met techniek te maken? En vanaf dat moment ben ik erover gaan nadenken. En dat heeft me behoorlijk in de war gebracht. Dat je op basis van een techniek... Nee, ook daarom vind ik toneel zo vervelend om naar te kijken. Omdat het op basis van techniek is. En dat ik mensen alleen maar mooi vond. Kun je in een paar woorden zeggen wat dan precies verstaan wordt onder dat techniek? Techniek, nou, hoe je staat, hoe je een zin opvangt, hoe je hem plaatst, hoe je zorgt dat je gezicht zo staat
dat je klaar bent om dit te kunnen doen, daar heb ik allemaal niets mee te maken. Niets mee te maken als het niet uit mezelf voortkomt en het een vervanging van een techniek is die ik niet als zodanig ervaar. En dat heeft mij heel veel last gekost. Heb je het gevoel dat je dat tot op de dag van vandaag volgehouden hebt? Ja, want elke regisseur denkt op de dag van de eerste generale nog altijd hadden we maar een andere hoofdrolspeler. En dat is altijd zo. En er zijn er een paar die weten dat het dan in die laatste twee dagen... Ik durf niet te laten zien iets waar ik niet achter sta. En ik sta er niet achter totdat ik weet hoe het moet. Maar je hebt te repeteren dan ook als ingewikkeld zwaar. Heel zwaar, heel zwaar. En vooral ook naar de anderen toe. Ja, omdat ik lastig ben voor me, in die zin lastig, voor mijn collega's. Nou ja, goed, dat heb ik ook wel natuurlijk meegemaakt in die periode van Lier. Ja. En mensen die op die eerste dag al eigenlijk beter zijn dan ze ooit zullen worden. Ja, ja. Dus ja. Daar zijn al die repetities helemaal niet aan besteed. Nee. Henk Fortel was bijvoorbeeld zo iemand, die kon dat geweldig. Die, was, ja. die zat meteen op een bepaald niveau dat je denkt, maar we zijn net begonnen, rustig ja, aan. Ja, 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 ja. Je komt dan bij met jonge mensen en je speelt in die werkgroep Rotterdams Toneel. Ja, nee, dat is anders gegaan. Ik kreeg belangstelling voor moderne schrijvers. Ja, dat bedoel ik. Maar dat was een gevolg van je Parijse periode, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En daar heb je Genet gezien. Ja, ja. Onder andere. Ja. En daar heb ik een vrij geruchtmakend stuk van hem, Le Balcon. Wat Peter Tzadek in Londen had gedaan en Pieter Broek in Parijs. En dat wilde ik ook doen. Dat ging over de revolutie, dat ging over een samenleving die niet klopte en omgegooid moest worden. Maar dan wel in een verzonnen staat, met grote romantische figuren. En daar hebben we een lezing van gegeven, een aangeklede reading van gegeven, 's nachts met vrijwillige acteurs in Rotterdam, in de Lantaarn. En daar is protest tegengekomen vanuit de bevolking. En dat is met heel veel moeite is dat doorgegaan, met politie in de zaal, achterin. Omdat ze bang waren dat er opstand zou komen, omdat er werd smerige taal geuit voor die inzichten van toen. Ik had een stuk vertaald. En toen dacht ik, toen dat gebeurd was, toen dacht ik, maar nou moet ik verder. En toen heb ik samen gespannen met mijn leeftijdgenoten, die ik net allemaal noemde, Guido en Willem en zo. En toen zijn we een werkgroep begonnen met toestemming van Ton Lutz. We hadden er was net een nieuw repetitielokaal gebouwd. Hans Boswinkel zat er ook in, en Trin Snijders en Guido, et cetera. En in dat repetitielokaal, dat was zo groot, dat ik dacht, nou, daar kunnen we ook een paar stoelen neerzetten. En dan gaan we stukken spelen die wij willen, buiten het repertoire om. En Ton Lutz vond het allemaal goed, als het maar niet te veel kostte. En we waren toch in dienst, dus dat kon niet kosten. En de acteurs kwamen dan 's morgens om 9 uur begonnen we te repeteren, tot de repetitie van de grote zaal aanving. En na de repetitie gingen we door tot we weer de bus in moesten. En zo hebben we 4 stukken gedaan. En ik heb daar het laatste van gedaan. Dat was De Negers. Zou nu niet meer zo mogen heten, denk ik. Nou. Het is het Engels gespeeld als The Blacks. Ja. De zwarten, dat zou nu ook kunnen. Ja, maar Negers heeft het in opdracht van de zwarte gemeenschap geschreven. Ja, hij heeft het met de beste bedoeling. Er zaten ook allerlei voorschriften omheen. Hij heeft zelfs op een gegeven moment gingen ze het in Duitsland met een blanke kaas doen en daar was hij het helemaal niet mee eens. En dan heeft hij, dat is een heel lang verhaal, maar het was een geweldige periode. En, want wat je ziet op dat moment, en dat is onder druk ontstaan er dingen, er gebeuren dingen. Het kwam van alle kanten. Die ervaring met zeg maar het ultieme acteren, dat je ergens iets aantipt wat je ziet als een gevaarzone. Ja. Je ziet, begint in te zien met de techniek, de wetmatigheid van het klassieke repertoire toneel. Ja. De wereld begint op identiteit in te haken. Ja. Men gaat zien homoseksualiteit, zwart, de civil rights.
de oorlog is zodanig verwerkt dat er een soort welvaart begint te ontstaan. Ja. Al die elementen komen, beginnen samen nu bij elkaar te komen. Ja. En dan gaat, eigenlijk in Arnhem, bij theater, ja, hebben ze Kees van Iersel, ja, en Rob de Vries. En ja, die zijn ook al tamelijk ver, ja, in moderniteit. Ja. 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 En die gaan naar Rotterdam. Ja, maar dat is weer iets later. Ja. Maar het is de periode die de aanloop naar de maatschappelijke revolutie in het eind van dat decennium, in de 68er ja, bewegingen. Dit, ja, dit begon te broeien begin 60er ja, jaren. Ja, misschien, want ja, het is nu heel moeilijk om, om geen haast te krijgen. Je zit dan nog in Rotterdam, in die werkgroep, maar je begint ook al met het studententoneel. Ja, te regisseren. Te regisseren, omdat ja, je andere vormen wilde ontdekken. Je ontmoet Agathe in die tijd? Ja. Ja. Eerder of later? Ja. Nee, dezelfde tijd. Zat je toen nog in Rotterdam? Of? In Rotterdam. Zij heeft de première van De Negers meegemaakt. We hebben het nu over Agathe Witteman. Agathe Witteman, ja, mijn dame. Ja, ja. En daar ben je toen mee verloofd, heel keurig. Heel keurig, ja. Op de tas. Maar zij heeft de je weet ook alles. Ze heeft De Negers gezien. Ja. Maar zij was zelf op school, ze was ook nog 6 jaar jonger dan ik, op school, ja, heel merkwaardige wijze, terwijl we elkaar niet kenden, dezelfde stukken geregisseerd als waar ik speelde. Dat was heel raar. Adem in Ballingschappen, de Botterikken, Adem in Ballingschap van Vondel, de Botterikken van Goldoni. Ze heeft dezelfde rol gespeeld als ik later zou spelen. Belial in Adem in Ballingschap. We zaten allebei op atletiek zonder dat we wat van elkaar wisten. Hebben onze eerste wedstrijd gelopen in een atletiekbaan in Leiden, waar zij trainde. En waar ik dus mijn eerste wedstrijd heb gelopen, zonder uiteraard. Maar dat was wel heel merkwaardig, was wel heel boeiend. En dat maakt het kennelijk ook mogelijk dat je vanuit eenzelfde gedachtenwereld bij elkaar kwam. Dat herken je dan automatisch, dat moet wel. Maar het vreemde is dat ik, terwijl ik dan aan het regisseren was met die werkgroep in Rotterdam, dat ik dan toch dacht, godverdorie, ik wil met grote acteurs in de buurt zijn. Ik wil meer. Ja, maar dan ervaren ze dat regisseren als lastig. Nee, weet je wat, dan doe ik dat even niet. Dan ga ik met Ko van Dijk en Hans van den Berg. En toen heb ik gesolliciteerd. Nee, ik ben gevraagd door Guus Oster. Ja, en toen ja, want nog even, zit dat studententoneel daartussenin? Of dat, overlapt nee, het dan? Nee, dat. Is dat begonnen toen je naar Amsterdam ging? Nee. Dat studententoneel, dat was ook in het laatste jaar. In het laatste jaar bij Rotterdam. Le Malcours. En was het in Amsterdam, dat nee, studententoneel? Nee, dat was in Delft. Notabene. Ja, ja. Dus dat was met de techniekstudenten? Ja, en die vonden altijd in die tijd, het is heel boeiend om even aan te merken, de dames die techniek studeerden, vonden ze niet interessant genoeg om aan toneelstukken mee te doen. Dus dat was traditie om dan de dames uit Leiden te halen. En daar auditie te doen. En daar heb ik Agathe ontdekt. Want die werd naar binnen geduwd en kreeg een papiertje in de handen. Ja, doe jij maar mee. Maar zij studeerde in Leiden. Ja, zij studeerde in Leiden. En ze dacht, ja, maar dat wil ik niet. Want, maar Wilbert Bank en ja, Gerrit Kortels-Alters, die heb je in Amsterdam ontmoet. Ja, precies. Dat kwam daarna. Want het grappige is, ik kwam in 1965 in Amsterdam aan. Ja, ja. Dus net weer ietsje later. Ja. En in 67 was daar een lustrum van het Amsterdamse Studentenkorps. Die had ook ja, een toneelvereniging, Cotunne heette. Ja? De dames heette geloof ik Cotunne. En daar heb ik toen Timon... Van Athene. Timon van Athene. Ja, niet de hoofdrol. Ik speelde nee, met twee vrienden. Peter de Baan. Nee, Krijn ter Braak. Oh. Deed dat in 67. En wie daar dan wel regelmatig kwam kijken was Wilbert. Ja. En Wilbert heb ik ontmoet bij de Nederlandse Comedie als figurant. En Gerrit was de penningmeester van het studentenkoor dat mij vroeg het lustrum in 62 te doen. Dat was Lorenzaccio.
En waar studeerde hij dan in? Recht, Amsterdam. Amsterdam. Oh, dus dat was 5 jaar daarvoor. Ja. Want, en hij is altijd financiële man geweest, toch? Of niet? Jawel, maar vanuit zo'n, interesse in toneel, dat we samen, toen we gingen samenwerken, 17 jaar heeft dat geduurd. Dat volledig gelijkwaardig was qua artistiek inzicht. Hans, we hadden het net over dit koffertje aan het begin. Ja. Daar ligt de tekst van Lucifer in. Heb je die er expres... Nee, ik heb daar altijd boeken... Of heb je die altijd bij je? Nou, ja, ook. Maar er liggen altijd boekjes in. Meer dan schminkspullen. Ja, ja. En dan om een beetje te lezen. Maar lees je die tekst nog met enige regelmaat? Ja, nou ja, omdat ik er word vaak over aangesproken en ik heb geen... ik heb nooit teksten klaar. Nooit. En omdat ik daar het meest naar word gevraagd, kijk ik daar vaak in. Want ik wil de eerste regels altijd... Maar wat willen ze dan nog weten daarover? Nou ja, hoe ik onbegrijpelijk een Nederlandse oude taal begrijpelijk heb gemaakt. En dan moet ik het zelf geregeld lezen. En dat vind ik ook heel leuk. Omdat het ontzettend veel fantasieën oproept. Elke lezer, waar dan ook ter wereld, is de beste regisseur ter wereld. Want die ziet alles in zijn verbeelding. Ja. Alleen, ik heb de gelegenheid om daar iets van te maken. En dus het moet voor mij steeds concreter worden wat de bedoeling van zo'n schrijver zou kunnen zijn. Jij hebt van onszelf... Ontdekt eigenlijk, hè? Nou, ontdekt. Nou, herontdekt dan. Om te spelen. Je hebt in ieder geval de moed gehad om te zeggen, we gaan hem spelen. Ja, ja, ja. We zijn nu aangeland in een, eigenlijk vind ik de meest stormachtige periode uit jouw loopbaan. Ja. Het moment waarop je de overgang gaat maken van acteren naar regisseren en naar toneelleider worden. We waren eigenlijk even blijven steken nog dat het is een wat voor moment is het? Paulus, Saulus, op weg naar Damascus. Er is een groot keerpunt in je besef. En dat loopt samen met een maatschappelijke ontwikkeling. En je gaat van Rotterdam naar Amsterdam. Ja. De directe aanleiding was dat je in Rotterdam ontevreden was of werd je gevraagd vanuit Amsterdam? Nou, ik werd gevraagd uit Amsterdam, maar dat kwam in een goede bodem. Omdat ik me als acteur wilde meten met al die grote. Toch wel weer het acteur. Eigen, ja, ja. Ja, want begon je dan al een beetje te switchen? Gewoon om als jong acteur te kunnen mogen regisseren. Dat was toch nog altijd voorbehouden aan mensen in een driedelig pak die een paar mooie rollen hadden gespeeld en dan beloond werden met een regie. Ja, ja. En er zat weinig passie achter. Het mooie is, je blijft toch ook in jouw regisseren en zo'n regie, blijf je nog altijd... Een beetje dat oude wetsen, want het is toch inmiddels regisseren, toch? Regisseren en regie. Ik zeg regie. Ja, je zegt het altijd nog zo mooi op zijn ouderwets Frans. Zeker. Ja, ja. Zeker. Goed, Frans heeft een enorme invloed op mij gehad in mijn jeugd. Mijn ouders daar mee wegliepen en daar waren ze ook geen uitzonderingen in. Frankrijk was de leidende figuur in Europa op... intellectueel en literair artistiek gebied. Theater? Ja, zeker. Ook het amusementstheater? Ja. Chanson? Ja. Nou, daar had ik niet zoveel mee op dat moment. Niet. Dat is pas later gekomen. Maar dat is pas later gekomen. Ja, ik werd er wel mee in aanraking gebracht. Het Holland Festival, als Edith Piaf was in het Kurhaus. En toen heb ik er in 1955 in het Olympia gehoord. En dat was onvergetelijk. Maar het was niet mijn terrein waarop ik me wilde begeven. Het was meer vanuit die bewondering, vanuit het bijzondere. Ja. Maar het toneel, nou, dat was een tempel. Dat was een tempel. Daar wilde ik me aan wijden.
Dat vond ik belangrijk voor mijn eigen ontwikkeling, maar ook voor de mensen om me heen. Want ik vond dat heel Nederland naar de Schouwburg moest. Frankrijk had in die tijd echt ook avant-gardistische toneelhuis. Ja. Dus ja. We hadden het al even over Jean Genet. Ja. En dan had je UNESCO met hele wonderlijke stukken. Ja. En je had Anouilh. Anouilh, ja. Maar ja, Anouilh. Camus. Ja. Sartre. Sartre. Ja. Die schreven allemaal enthousiast voor toneel. Dat was vanzelfsprekend. En dat is nu gewoon uit het blikveld verdwenen. Toneel is gewoon niet interessant meer, maar dat is een ander hoofdstuk. Maar goed, ik wilde de laatste aflevering. Dus je was helemaal, vol gedronken van toneel. Uit Parijs kwam je terug. Ja. En Amsterdam vroeg jou. Ik was de invaller voor Ramses. Ja, voor Ramses. Ramses was naar Rome gegaan voor een filmcarrière. Ja. Samen met Admiraal. En daarom wilden ze dan mij hebben om... Nou ja, we wilden Ramses bij Fellini... Van alles wilde hij. Ja. En dat mislukte. En die kwam terug op de dag dat ik bij de Nederlandse Comedie arriveerde. Want het was ook wel zo grappig weer in die tijd dat Ramses dan naar Italië... Frans Weiss zit dan, die wilde ook naar Italië. Ja. Dan is opeens de film is Italië. Ja, Fellini. Fellini. Ja. 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 En ze kwamen vrij snel beteuterd terug. Nou ja, in ieder geval Ramses wel. Ramses wel, dat was na een maand of anderhalf gebeurd. Toen zagen ze dat geen zin had. En dat het niet verder kon komen dan voorlopig figureren in films. Ja. Ik was in maart gevraagd voor Amsterdam. Ik kom daar in augustus. En in september was Ramses terug. Dus toen moesten we alle twee strijden om die rollen. Nou, en dat hebben ze heel eerlijk verdeeld. We zaten samen in de Midsomernachtsdroom en hij speelde een hoofdrol in de Tennessee Williams en ik kreeg een hoofdrol in Andorra van Max Vries. Guus Oster was toen de leider? De leider en Han Bens van den Berg was de artistiek leider. Artistiek leider? Ja. Oster was meer zakelijk ook? Ja, ja, ja. En Ellen Vogel was daar en Ank van der Moer en... Op een bepaald moment kwam Julian Schoenaerts, dat was ook een belevenis. Ja. Maar... Wat natuurlijk heel lastig was, dat ik kreeg inzicht in wat toneel volgens mij zou moeten zijn. En dat was niet de Nederlandse Comedie. Wel zoals er gespeeld werd, maar niet qua instelling. En dat bracht mijn opstand. Maar was er een... je zegt Han Bens van den Berg, artistiek leider, Oster, zakelijk leider. Ja. Was er een spanning tussen die twee? Nee. Niet? Nee, dat was goed. Zaten op één lijn? We zaten absoluut op één lijn. Ja. Want we gaan namelijk stilaan richting dat je gaat rebelleren tegen die... Tegen de gezapigheid. Gezapigheid. Maar ik vond in ieder geval dat ze op een te gemakzuchtige manier het repertoire indeelden. Dat er geen bedoeling achter zat. Als je vroeg waarom, dan was het alleen maar... Nou, daar zitten een paar mooie rollen in voor Anke en Ellen. Ja, nee, dat vindt het publiek prachtig. Maar ik voelde nergens een noodzaak. Terwijl het fantastische acteurs waren. Ik wilde graag even op dit moment... Dat je wat hierop staat voorleest, want je ging dus met vrienden en tijdgenoten en collega's ging je in Amerika brainstormen, roddelen en boos worden. Ja. En ook voortkomend uit het studententoneel, een groep mensen. En jullie richten een toneelblad op. Ja. Dat heette Theatraal. Ja. En hier staat dan even, dat heb jij daar zelf gezegd en geschreven. Oh god. In die tijd, wanneer was dit? Is dit 1964? 64. Ik ben benieuwd wat ik ga voorlezen. Nou, je hebt het zelf gezegd. Ja, maar goed. Uit onvrede met de bestaande situatie en de behoefte daar iets aan te doen. Wij willen meeijveren voor een gezonder, doeltreffender en vooral geïnspireerder toneelbeleid. De meeste directies hebben wel een beleid, dat wil zeggen een zakelijk beleid, zo. Maar artistiek beleiden ze zo weinig. Woordspelerig. Het openingsartikel eindigde met twee oproepen. Hef ze op, die uit hun grachten
krachtig gegroeide naoorlogse toneelfabrieken. Sluit je aan bij deze tijd, ga uit van deze tijd. Het leven in deze eeuw met zijn gigantische structuurveranderingen vraagt, schreeuwt om een gelijk opmarcherend, jeugdig enthousiasme. Niet met de hoogmoedige tevredenheid van de bereikte positie. Zo de jut. Nou. Ja, nou ja, daar maakte ik me niet geliefd mee. Hè? Nee, dat is duidelijk, maar daar gaan we het nu ook over hebben. Maar het is wel helemaal de taal uit die tijd. Ja. En het is ook helemaal vanuit de verwachtingen die we hadden in die tijd. Ja. En vanwege het idee dat wij, dat is dus, ontroerend aan, vooral als je het zelf hebt meegemaakt, de naïeve pretentie. Ja. Ja. Je hebt nog niet de verantwoordelijkheid gehad. Nee. Je weet er niks van, wat daar gaat gebeuren achter je. Nee. Maar je hebt wel gezien van dit moet anders. Ja. Ja, en dat heb je dus in Parijs heb je dat gezien. Je hebt aan het studententoneel heb je geroken aan regisseren en aan leiding geven. Ja. Wat voor verwachtingen had je van dat blad? Van dat blad? Ja. Dat het alles zou veranderen. Ja, en dat het in alle kiosken en winkels te kopen zou zijn. En we hadden het zelfs gedrukt op de stencilmachine. We hadden het zelf geniet. We stonden nachten door te draaien terwijl we overdag natuurlijk werkten. En dat werd niet bewaarheid, maar het gaf wel een enorme... Nou, de eerste nummer had toch wel een herdruk, en toen kwamen we aan 800 exemplaren. Ja, de kosten waren er in ieder geval uit. En we kregen een televisieuitzending met Daniel de Lange, nog bij ons thuis was dat. En het heeft een heleboel teweeg gebracht. Bij ons thuis? We woonden in de Van Baarlestraat. En we waren bij Achter het Nieuws. Maar toen voelde ik al aankomen. Weet ik waarover ik praat? En weet ik hoe ik het moet gaan doen? Ik had alleen dat visioen. Maar ik voelde me wel ontzettend gesteund door Gerrit en Krijn en Jacques Commandeur. Wilbert, ja, met z'n drieën deden we dat. Want het speelde ook in een tijd waarin Provo begon op te komen. Ja, Je had Robert Jasper Grootveld gehad met zijn Happenings. Ja. Wat natuurlijk straattheater was, straattoneel. Ja. Wat een enorm appelleerde aan een bepaald publiek, kwam er voor terug. Ja. De beroemde situatie van Harry Mulisch en Hein Donner in de Leidse Straat. Die naar een brandje staan te kijken naar een performance van Robert Jasper Grootveld. En eens even notitie komen nemen van de avant-garde, van de vooruitgang. Je zit in een helemaal op die golf. Ja. Maar jij voelde dus zelf al vrij snel ook die verantwoordelijkheid aankomen. Ja, dat je moest waarmaken wat je zei. Vooral om... Heeft Robert Jasper Grootveld nooit last van gehad. Nee. En heel veel mensen van Provo niet. Nee. Roel van Duin misschien. Ja. Ja, daar durf ik niet iets over te zeggen. Maar ik wist van mezelf dat ik ontzettend twijfelde aan alles. En dat ik die twijfel geforceerd omzette om die twijfel uit te bannen en een richting te vinden. Het moeilijke was dat het publiek dat de Schouwburg vulde, dat was nou eenmaal een conservatief, traditioneel publiek. En dat liet zich niet uit die Schouwburg verjagen. Die vond dat soort teksten heel storend en dat was niet nodig. Ik kreeg die bijval alleen van mijn jongere collega's, maar ze durfden geen van allen artikelen in te leveren, omdat ze onder contract stonden, et cetera. Dus het was Gerrit en Wilbert waren tenslotte niet lid van de Nederlandse Comedie. Hè, dat is natuurlijk vanaf het begin af aan, daar had ik ook nog wel naar willen vragen, hè, voor welk publiek speel je het? Ja. Het is in wezen hetzelfde probleem bij het Concertgebouw. Ja, met de notenkrakers. Ja, maar tot op de dag van vandaag. Er moet natuurlijk op een gegeven moment een jong publiek bij komen. Ja. Er moeten mensen komen die met hetzelfde enthousiasme erheen gaan als de generaties daarvoor. Ja, maar hoe je dat moest bereiken, dat wist ik nog niet. Ik dacht dat dat. Ik ging ervan uit dat dat vanuit mijn enthousiasme.
Het wonder, dat de bron men was. Had toen het idee in het cultuurbeleid, als we de zaak spreiden, komt het ook goed. Ja, maar dat... En toen kwam er in Krasnopolsky een bijeenkomst, een soort vergadering, met een tafel met deskundigen en een voorzitter. Oh god, En daar mocht men dan zijn visie geven op hoe dat moest gaan gebeuren. Ja. Kun je nog herinneren wie de voorzitter was? Ja, dat was Dufourny. Dat was de leider van een publieksorganisatie. Echt was van Paridons, had er ook. En daar werden, ik zat ook in dat panel. En, was Egbert toen al? Was, ja, die had toen. Centrum was er nog niet, hè? Nee, maar de voorloper van Centrum was Puk. Dat heette Puk. Ja. En daar was hij van. Er zaten natuurlijk nog meer mensen aan die tafel, maar dat weet ik niet meer. Dat was een belangrijke middag. Alleen mijn inbreng was minimaal. Omdat ik op technisch gebied van toneelspreiding en toneelaanpak wist ik helemaal niets. Dus ik dacht, ik ga niks zeggen, want snijd ik me alleen maar in mijn vingers. Wat verticale spreiding was, geen idee. Alleen, dat gesprek was, ja, weet ik veel, dat verliep. En dat was afgehamerd. En op dat moment staat Guus Oster, waar ik nog bij onder contract stond, bij de Nederlandse Comedie, staat op. En die zegt, ja, tot mijn verbazing, meneer de voorzitter. De vergadering is gesloten. Tot mijn verbazing, meneer de voorzitter. Ik heb afgehamerd, zegt de Fournier. En ze waren allebei van elkaar afhankelijk, want hij was een publieksorganisatie en hij was de leverancier. Tot mijn verbazing heb ik de heer Croizet niks horen zeggen de hele middag, terwijl hij een blad uitgeeft en zegt dat alles moet veranderen. En ik ben hier gekomen om aan te horen hoe die verandering dan plaats moet vinden. Enfin, die ging door. En Dufourny bleef erop zitten. Meneer, dit valt buiten de orde. De vergadering is afgelopen. Enfin, Guus Oster verlaat kwaad de zaal. Ik een beetje scheiterig, druip ook af. Ik loop naar buiten. Het was heel regenachtig. Ik kom twee mij wildvreemde mensen tegen. Dat was één beroemde toneelspeler die ik niet kende, Ben Groenier. En zijn secretaresse, Sjeld Heijman. En die zei, nou, het lijkt me wel dat jullie het moeilijk hebben, meneer Croizet, met de Nederlandse Comedie. Ja, ja, Oster is het er niet mee eens. En toen zei Groenier, nou, kom dan bij ons. Bij ons? Ja, bij het Toneelgroep Theater. Ja. Hoe dan? Wat dan? Nou, ja, daar kunnen we over praten. Enfin, zo is het begonnen. Ja. En dat is, dat was eventjes... Zo gehandeld, zo geregeld. Ja, zo want we hebben het al even eerder gehad over theater, over die spreiding. Dat was dus een groep voor het oosten, die het oosten des lands moest bedienen. Ja. Ja. En daar waren toch wel een paar sterke figuren in de leiding. Kees Riesel was... Ja, maar die was daar al weg. Maar hoe was... kun je iets... Want Kees van Iersel is toch... Vind je toch ook wel een belangrijke man? Ja, daar heb ik ook gesolliciteerd bij Studio. Want die heeft echt iets... was hij een voorloper? Ja, absoluut. Ja. Wat er in de brakke grond gebeurde... Ja. Die uitvinding van hem om daar een theatertje te bouwen met Wim Vesseur... Ja, dat was voor ons de hemel. Want daar werd... geëxperimenteerd met theater. En daar werden niet hoofdrollen gespeeld. Maar de belangrijke stukken in belangrijke vormgeving. En als een stuk niet zo goed was, was de vormgeving fantastisch. En daar gebeurden nieuwe dingen. Die heeft ook de goede uitspraak gedaan waar ik mijn hele leven me aan gehouden heb. Regisseurs en acteurs, ga eens wat meer naar het Stedelijk Museum. Ja. Nou, zo'n zinnetje, dat heb ik mijn hele leven steun aan gehad. En dat heb ik toen ook geregeld gedaan. En dat heeft mijn blik verruimd. In het besef, wij creëren op basis van creaties van anderen. Om het eenvoudig te zeggen, wij herscheppen. En zorg dan dat je geregeld bij originele kunstenaars te raden gaat. En kijken. Ja, in de kringen waar ik uit voortkom, is er een mooi lied en dat heet Voor alle heiligen rustend naar hun werk. Ja, ja. En daar doen wij het voor. Ja, ja. Dus de mensen die dit voor ons hebben opgebouwd. Ja, precies. Ja. Daar staan wij en wij dragen het. Vind ik een mooi idee. Ja. Maar hij trok dus naar Amsterdam toen jij... Die kant op ging. En je had ook nog Rob de Vries erbij, hè? Ja, dat zit iets ingewikkelder in elkaar. Nog weer ingewikkelder. Jawel, want Kees van Iersel was na één jaar al weg bij Toneelgroep Theater. Want
Dat die wilde te veel voor het gewone toneel. En dan bleken Rob en Richard Flink bleken nou niet echt die revolutionairen te zijn die ze daar wilden hebben. En die zijn toen verhuisd naar Rotterdam, waardoor Ton Lutz van Rotterdam naar de Nederlandse Comedie kwam, waardoor we samen weer verder konden. En toneelgroep theater hadden ze als een soort verbrande aarde achtergelaten. En dat is een paar jaar heel naar geweest, maar wel dapper doorgezet door Goenier om het te behouden als werkplek. Ja. En toen hebben ze mij gevraagd... Want wat is het in de provincie? Heb je het dan daar weer moeilijker omdat het publiek daar dan weer conservatiever of traditioneler is? Ja. Ja, en je ook verplicht bent om het publiek, zeg maar, aan je te binden, want anders heb je helemaal niks meer. Anders heb je niks, maar je had in die tijd de verplichting van 10 à 12 stukken te doen. Dus daar waren er genoeg bij waarin je dat publiek kon bedienen. En dan waren er genoeg bij, minstens 5 of 6, waarin je totaal je eigen mening kon laten botvieren. Dus de heilige Johanna, dan moet je natuurlijk niet in het oosten van het land doen. Maar... op het moment dat even de heilige Johanna... Van Berecht, de heilige Johanna van de Slachthuizen. En op het moment dat de aarde daarvoor in mijn gevoel rijp was, hebben we dat gedaan. En dat werd een gigantisch succes, ook in het oosten. Daarmee kon je dus bewijzen dat wanneer je dat werkelijk wilde, iets aan de maatschappij doen, dat ook kon. En op de dag zelf, ja, je zal het niet geloven... op de dag zelf van de première ging 's morgens gingen de fabrieken van Tomado in Deventer dicht. Zo, en dat was het onderwerp van gesprek in de Heilige Johanna. En het mooie was dat de minister van Cultuur, Maarten Vrolijk, op dat moment, die was bij de première. En dat hebben we gewoon met z'n tweeën gevierd. Dat theater, de aansluiting op de werkelijkheid was. En ik wist niks van een fabrieksluiting in Deventer, geen idee. Ja. Maar daardoor kreeg ik wel de notie dat ik dacht, oh, misschien heb ik wel idee dat mijn fantasieën kloppen met wat er in de tijd gebeurt. En dat, dat gaf zekerheid. Ja, dat heb ik ook ervaren, dat je dingen, terwijl je het speelt... gebeuren ze. Ja. Gebeuren ze. Dat moment van herkenning was mij liever dan het moment bij Ina van Vaassen in de ogen. Ja, ja. Want je hebt zeg maar in die 2 jaar van Rotterdam, Amsterdam naar het oosten des lands, heb je die omwenteling of die verandering van standpunt meegemaakt. Wie staat nou de ontwikkeling van het theater het meest in de weg? Zijn dat de acteurs? Zijn dat de leidinggevende? Of is dat het publiek? En wanneer krijg je dan de beweging waarop opeens alle drie... bij elkaar komen. Nou ja, gaan bewegen. Ja. Maar heb je het dan over de situatie in de 60er jaren? Nou ja, voortdurend. Je hebt dus voortdurend... Als die drie elementen niet samengaan... Want wat er gebeurt is, dat waar we het steeds over hebben, vorm en inhoud. Ja. Dat de vorm niet meer aanspreekt bij het publiek. Ja. Dus die inhoud, daar hoef je geen zorgen over te maken, want die inhoud die verandert in wezen nooit. Ja. Het gaat erom dat je door de vorm te veranderen de kijk op de inhoud vernieuwt. Ja. En waarop je wezen denkt, ook bedoelt hij dat? Ja. Dat is ook de kracht van het repertoire toneel. Ja. Dat je na 500 jaar nog steeds Shakespeare kan spelen. En dat je opeens denkt van ja, maar hij heeft het gewoon over wat wij hier in de werkelijkheid meemaken. Ja. Ja. Dus nu heb je dan die traditie, die houdt al vast aan die vorm. Het publiek is ook conservatief. Het publiek wil... Uiteindelijk ziet hij niet van, nou willen we wel eens een keer het heel anders aangepakt zien. Nee, ze komen voor. Ja, je ziet wel mensen afvallen die dat gevoel hebben dat het moet veranderen, die verdwijnen. Ja. Maar de groep die de zaak in stand houdt, willen eigenlijk altijd maar hetzelfde zien. Ja. Ja. En dan heb je de vernieuwers, die, wat jij dan ook zegt, als je dit leest, hoog van de toren blazen. Ja. Waardoor ze eigenlijk, omdat ze geen verantwoordelijkheid kunnen of willen nemen, teruggeblaft worden in hun hok. Ja. Hoe heb jij dan uiteindelijk, want je hebt dus een aantal, je hebt doorgewerkt. Ja. Hoe heb je die
Ik voelde dat de drijfkracht van mijn idee, of het nou goed was of niet, als ik daarin zou haperen, dat ik het zou verliezen voor het publiek en voor de uitvoerende, voor de acteurs. De acteurs moesten gemotiveerd worden. Die motiveer je niet alleen maar met hoofdrolletjes uit te delen. Nee, die moet je inhoudelijk voeden. Die hebben dat nodig. Die kunnen dat niet uit zichzelf, en dat bedoel ik niet negatief of neerbuigend. Die hebben leiding nodig. Dat kan niet anders. Zelfs in een collectief is leiding nodig. Maar dat moet op een natuurlijke manier ontstaan. En in Arnhem heb ik ervaren, ik moest leren hoe je leiding moest geven. Ik heb ontzettend veel fouten gemaakt. Heel veel fouten gemaakt. Ik had naast me... Maar even over die fouten. Waren dat dan zakelijke fouten? Waren dat menselijke fouten? Menselijke fouten. Ja. De zakelijke fouten kunnen altijd worden opgevangen. Ik had ongelooflijk veel steun aan Agathe, die daar zo achter stond. En die me kon corrigeren. Die werd ook vanuit Arnhem opgebeld door de oude groenier van, kom eens hier, want je man gaat door het lint. Als er weer, weet ik veel, ontzettende fouten gebeurden in de organisatie van een generale repetitie. Maar die waren allemaal nodig om mij te leren dat je een chef-inspiciënt moest kunnen opleiden. Dat nodig was aan het toneel. Er zijn zoveel eenvoudige uitvindingen gedaan dat er een lange tafel moest staan met alle requisieten op een rijtje. Dat was er nooit. Iedereen haalde dat uit een plukje vandaan. Maar als je grote stukken doet, Troilus en Cressida of op Drie Koningenavond, de Heilige Johanna, dan moeten dat zijn geweldige machinerieën om in beweging te krijgen. En tijdens dat organisatorische werk, wat ik moest leren, daar heb ik geen idee van, moest je zorgen dat die drijfkracht altijd zichtbaar was en geen minuut kon verslappen. En dat is een leertijd geweest die mij diverse malen het ziekenhuis in heeft gejaagd. Want je zegt, je had Agathe. Hoe eenzaam heb je je gevoeld? Behoorlijk. Vooral omdat het in Arnhem werken was. En we woonden een groot gedeelte nog in Amsterdam. En zijn later naar Arnhem gegaan. En we hadden inmiddels 3 kinderen. Mm-hmm. En dat was voor mij ook een totale nieuwe wereld. Want wat was je salaris op dat moment? Nou, een goed salaris, maar niet extreem. Nee, ik verdiende geloof ik minder dan Hans Thiemeyer en Bernard Droog. Want dat zat in schalen, dat werd door het ministerie bepaald. Ja. En ik moest me eerst maar bewijzen. Op het moment dat ik kinderen had, dat was gelijk met het opbloeien van die opstandigheid. Toen werd ik geconfronteerd met een hele nieuwe wereld, waar ik ook in opging en waar ik ontzettend van genoten heb. Maar natuurlijk ook de ene fout naar de andere maakte, omdat ik ook met die ambitie bezig was. En die kon je niet half doen, maar je kan de kinderen ook niet half doen. Het ene punt was, alleen hier had ik Agathe en die had ik daar ook. Ja, jeetje mine, het is roeren in een volle mijn die nog niet ontdekt is. Nee, maar morgen gaan we weer heen.